aan u is, als je het nou hebt over een structurele oplossing... Mm-hmm. wat u dan wilt. En uw achterban vraagt om een asielstop... of om een beperking van de asielstromen. Mm-hmm. De minister-president, uw partijgenoot... maar hij stond er als minister-president, zei afgelopen vrijdag... dat kan niet, dan moeten we uit de Europese Unie stappen. Ja. Wilt u dat desalniettemin toch? Moeten de verdragen opengebroken worden? Moeten de afspraken worden gemaakt met Europa? Wilt u een beperking van de asielinstroom, is mijn vraag. Ik wil op de middellange termijn wil ik dat wij internationaal afspraken maken... zowel met landen binnen als buiten Europa... waardoor we inderdaad structureel de instroom onder controle krijgen... en dat we meer grip krijgen op de instroom. En ik weet ook dat die afspraken die zijn er niet van vandaag of morgen. Dus in de tussentijd is het nodig om het type crisismaatregelen te nemen... zoals we dat de afgelopen tijd hebben gedaan. Maar tegelijkertijd blijft die inzet structureel... om met internationale afspraken meer grip te krijgen op de instroom. En meer grip te krijgen betekent dus minder instroom? Ja. U wilt minder instroom? Nou ja, ik zie de instroom zoals die nu is. Dat leidt tot de problemen zoals we die de afgelopen tijd in Ter Apel hebben gezien. Ja. En heeft er ook toe geleid dat dan het kabinet naar dwangmaatregelen moet grijpen... Ja. Waar ik geen voorstander van ben. Ja. Dus het is volgens mij niet dat we alleen de instroom moeten beperken. We moeten ook gewoon zorgen voor voldoende flexibele opvang... Ja. En voor voldoende doorstroom naar huizen. Maar ook en ervoor zorgen en structureel ervoor zorgen dat we de uitstroom van mensen... die hier niet mogen blijven, dat die omhoog gaat. Ja. Ja. Nou, het duurde heel lang, maar volgens mij kwam er een antwoord of niet, Sven.